Hoi allemaal en leuk dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe video op het kanaal van Applejack. Zoals iedereen natuurlijk wel weet, is het schooljaar weer begonnen en hebben we het allemaal denk ik echt ontzettend druk. Mijn planning zit eigenlijk... de hele dag door hartstikke vol. Natuurlijk moeten we gewoon weer hele dagen naar school. We hebben huiswerk, we moeten natuurlijk de ponies trainen. We moeten nog werken. Nou ja, ik in ieder geval wel. Nog heel veel dingen voor YouTube doen en voor Instagram. Dus mijn planning die is een beetje overvol. En daarom dacht ik ga deze leuke vlog opnemen. Want van de Applejack heb ik namelijk dit superhandige inspiratieboek van Dressage Pro gekregen. En ik ken Connie Loonstra, de eigenaar van Dressage Pro, ook persoonlijk. Dat is namelijk een vriendin van mijn moeder. En dit is niet dat ik dit boek nu voor het eerst heb, maar ik heb het dus eigenlijk al super lang. Ik heb hiervoor al 2 of 3 paar boeken van Connie zelf gehad. En daar heb ik altijd heel veel mee gewerkt. Maar ja, natuurlijk door corona hadden we het eigenlijk allemaal wat rustiger. Dus was eigenlijk een planning voor mij helemaal niet meer nodig. Maar ik zit nu ruim 2,5 week weer op school. En ik merk echt dat ik toch wel een beetje bij moet benen, want het is best wel pittig op de HAVO. Ik ben natuurlijk geslaagd voor TL en nu zit ik in 4 HAVO. Dus het zijn gewoon weer lange dagen, veel huiswerk. Dus ik merk zelf echt heel erg dat ik weer toe ben aan een planning. En het is niet zo dat dit boek alleen maar planning instaan. Je kan dus wel gewoon een hele weekschema erin maken. Maar je kan hier dus ook je doelen mee stellen en allemaal dat soort dingen. Dus ik dacht, hoe leuk is het als ik jullie daar in deze video even wat meer over ga vertellen. En dat we samen dit hele boek gaan doorlopen. Dit is dus de inhoud van het boek. En omdat ik hiervoor natuurlijk ook wel eens met het inspiratieboek gewerkt heb, weet ik natuurlijk nog wel ongeveer hoe het precies werkt en hoe het is ingedeeld. Maar dit is dus de 3e editie, dus de allernieuwste. Maar hier zit dus even wat anders ingedeeld, want nu werken we dus met kwartalen. Dus om de 3 maanden begint natuurlijk weer een nieuw kwartaal. En Connie heeft dus besloten om dit keer dat te doen in het inspiratieboek. Omdat je dan per kwartaal weer nieuwe doelen kunt stellen. En dus ook weer goed kunt kijken hoe je er precies voor staat. Wat je echt nog goed moet verbeteren of wat juist veel beter gaat. En ik denk dat dat echt wel een hele handige manier is. Dus daar gaan we natuurlijk achter komen. Maar voor nu klinkt het wel iets heel erg fijns om mee te werken. Maar we gaan eens even beginnen hier boven. Dit zijn dus een beetje de standaard dingetjes die je niet ieder kwartaal opnieuw hoeft in te vullen. Hier is bijvoorbeeld een jaarkalender. Dat moet je allemaal even zelf invullen met de maanden en met de datums. En dan hier heb je een bladzijde met notities. En dan begin je dus hier met doelen stellen. Dus hier mijn droomdoel. Waarom zou je droomdoel onrealistisch of niet haalbaar zijn? Of waarom is het juist wel realistisch en haalbaar? Allemaal dat soort dingen moet je dan invullen. En dan hier, welke keuzes moet je maken? Nou, dit is allemaal een beetje vanzelfsprekend. Moet je gewoon goed invullen, zodat je het later ook weer terug kunt lezen of je ook echt verbeterd bent. Dit is ook wel heel leuk. Wat zijn jouw doelen voor de komende jaren? En dat vind ik zelf altijd wel heel erg leuk om in te vullen, want je kan natuurlijk ook altijd terugkijken. En er staat natuurlijk wel voor de komende jaren, maar misschien heb je wel een doel over een paar maanden. En dan kan je dus echt al zien of je dat gehaald hebt. Kijk hier, wat is jouw doel voor de komende 3 tot 5 jaar, maar hier over 12 maanden. Dus dat kan je allemaal invullen en dan kan je later natuurlijk terugkijken, heb ik echt mijn doel gehaald of ben ik er bijna of is het niet gelukt? Nou, hier managementschema. Dit kan je ook allemaal invullen. Hier voerschema, ook belangrijk. Hier, hoeveel ruwvoer heeft je paard nodig? Staan ook echt super interessante dingetjes in. Waar je zelf ook weer heel veel van kan leren. Hier hoefmanagement. Echt allemaal dingen die je over je eigen paard moet invullen. Echt heel interessant. Maar dat gaan we natuurlijk niet allemaal samen doen, want dan zijn we wel heel lang bezig. Maar het is dus niet alleen dat je een weekplanner maakt en doelen stelt. Nee, je bent ook super druk bezig met het management. Hier dus van de hoeven, hier met je voerschema. Allemaal dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook super belangrijk. Hier ontworming en vaccinatie, dat kan je hier allemaal bijhouden. En dan kan je ook de uitslag neerzetten en welke ontworming je heeft gehad. Hier hartslagmeting. En dan hier kan je al je wedstrijdresultaten neerzetten. Dus de datum, wedstrijdlocatie, klasse, welke proef je hebt gereden. Welke scores en zo.
Dat je dat allemaal bij kunt houden en ook weer terug kunt kijken of je ook bijvoorbeeld met je scores verbeterd bent in dezelfde klasse. Hier een wedstrijdchecklist, ook super handig. En dan gaan we hier beginnen met hoe werkt de kwartaalplanner. Het staat hier ook allemaal goed uitgelegd waarom Connie dus nu met een kwartaalplanner gaat werken. Maar ik zal het even in het kort vertellen. Normaal werkte je eigenlijk dus echt met een jaarplanner. En dan kon je niet iedere paar maanden nieuwe doelen stellen. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel erg belangrijk. Want je kan ook natuurlijk in 3 maanden gewoon een doel behaald hebben. En zo kan je dus iedere 3 maanden nieuwe doelen voor jezelf maken. Nieuwe verbeterpunten opschrijven. En dan weet je ook echt waar je weer hard aan kan werken. En als je natuurlijk over het hele jaar allemaal doelen op gaat schrijven. Ja, dan op een gegeven moment vergeet je dat een beetje. Maar nu kijk je daar natuurlijk super vaak naar. En dan denk je, oh ja, daar moest ik nog hard aan werken. En dan blijft het veel beter bij je. Dus we gaan nu even beginnen met het eerste kwartaal. En dan ga ik daar natuurlijk ook nog even wat dingetjes over laten zien en over vertellen. Dit is dus de eerste pagina over het eerste kwartaal. Moet je dus ook invullen wanneer het begint en wanneer het eindigt. Dan moet je hier je doelen invullen. En wat zijn de meest belangrijke verbeterpunten waar je dit kwartaal aan wilt werken. En dan kan je hier allemaal afspraken neerzetten. Dus bijvoorbeeld weer wanneer de hoefsmid komt. Of de fysiotherapeut voor je paard. Of de zadelmaker. Kan je dat hier allemaal opschrijven zodat je het ook niet vergeet. En dan hier een basischeck. En dit hadden ze dus ook al in het vorige boek. Maar daar deed je het natuurlijk ook 1 keer in het jaar. Maar hier doe je het ook weer per kwartaal. Dus dat is nog leuker om te kijken of je echt verbeterd bent. Nou, hier staat het dus. Zijn de basisvoorwaarden goed bevestigd? Geef op een schaal van 1 tot en met 10 in welke mate de basisvoorwaarden op dit moment bevestigd zijn. Dus is jouw paard heel erg gespannen of is hij juist heel erg ontspannen? Dat moet je hier allemaal invullen en dan moet je dat dus ook weer ieder kwartaal opnieuw invullen. En dan kan je natuurlijk na het eerste kwartaal, kan je natuurlijk bij het tweede kwartaal die dan begint, kan je dus kijken of dat ook al verbeterd is. Dus het is niet alleen met weekplanners, maar ook jezelf echt verbeteren. En dat je het ook iedere keer terug kan kijken. Want ja, je kan het wel een beetje onthouden. Maar het is natuurlijk veel makkelijker als je het ergens kan opschrijven, zodat je het altijd terug kan vinden. En dan hier het cijferlijst. Hier vul je dus de cijfers in van welke oefening je gereden hebt in je proef. De scores van een 7 of hoger. Dus een 6 en een 6,5. En lager of gemiddeld een 5,5. Dat kan je allemaal invullen. En dan kan je later natuurlijk ook weer zien of dat allemaal verbeterd is. En dan hebben we hier de weekplanner. En het is natuurlijk gewoon een weekplanner van 3 maanden. Dus van een kwartaal. En dan begin je weer helemaal opnieuw met dit allemaal. Vul je dat allemaal weer opnieuw in en dan beginnen de weekplanners dus weer opnieuw. En hier moet je dus als eerst opschrijven wat je doel is voor deze week. Kan je hier je hele planning opschrijven en dan hier kan je je training beoordelen. Dus hoe lang heb je gereden, hoe intensief was het, ging het goed, allemaal dat soort dingetjes. Oh ja, als je dus niet weet wat het betekent, dan staat het hierboven. Dus wat ze bedoelen met die dingetjes ervoor. Hier leermomenten, allemaal dat soort dingen. En dan kan je dat dus hier de hele week invullen. Als je dus even iets verder in het boek gaat bij pagina 4 en 55. Nou ja, het zijn er meer, maar vanaf daar begint het. Kan je dus je lesverslagen opschrijven. Kijk, dat ziet er dus zo uit. Dat kleine blokje, dat is zeg maar van 1 les. En dan moet je dus invullen van wie je les hebt gehad. De locatie, de datum. En waar heb je aan gewerkt? Welke oefening heb je gereden? En wat was het resultaat? En dat hoef je natuurlijk niet iedere les in te vullen. Ik heb zelf 1 of 2 keer per week les. Maar als jij bijvoorbeeld 3 keer per week les hebt, hoef je het natuurlijk niet iedere les in te vullen. Maar dan doe je het bijvoorbeeld gewoon 1 keer per week. En dan kan je kijken of je in een week ook alweer verbeterd bent. En dan kan je dus weer nieuwe doelen stellen. Maar als je bijvoorbeeld met een weekdoel werkt, wat je dus bij de weekplanner invult, dan kan je bijvoorbeeld opschrijven, ik wil graag deze week werken aan mijn aanleuning. Dat is nog wel iets anders leuks. Dat zal ik wel even vertellen als we door het hele boek heen zijn gelopen. Maar dat heeft dus te maken met aanleuning. Als je dit boek dus bestelt op Applejack. Maar dat zal ik later even vertellen. Dus in dit boek kan je niet alleen je lesverslagen invullen. Maar ook je wedstrijdverslagen. Dus hier kan je ook alles invullen over hoe de wedstrijd verliep. Wat was je doel? Hoe ging het losrijden? Hoe was je focus, fitheid en ontspannenheid? Was je tevreden?
Kreeg je opvallende of leerzame feedback van de jury? Wat ga je de volgende keer anders doen? Nou, ook echt super fijn om dat iedere keer weer in te vullen. Zodat je ook weer weet waar je wel of niet aan kan werken. Of wat juist beter kan. Of wat juist natuurlijk heel goed was. Dus dat kan je ook weer per kwartaal invullen. En dan hier de laatste pagina van het eerste kwartaal. En dat is dus een terugblik. Hier moet je dus invullen. Wat waren van de afgelopen 3 maanden jouw top 3 leermomenten? Waar ben je de afgelopen periode tevreden over? Wat ging goed en wat kon beter? En ben je nog op koers om je 12 maanden doel te halen? Dat moet je dus ook invullen. En dan beginnen we hier weer met het tweede kwartaal. En dan moet je alles weer opnieuw invullen. En dat is dus eigenlijk hetzelfde als wat ik in het eerste kwartaal heb laten zien. Dus dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik hoop dat jullie dus nu ook net zo enthousiast zijn over het Dressage Pro inspiratieboek als mij. Dus wil je hem nou bestellen? Kan dat nu op de site van Applejack. Ik zet het linkje natuurlijk wel even hieronder in de beschrijving. En als je dus de code Johanne10, ik zet hem hier ook wel even in beeld gebruikt, krijg je dus 10% korting op het aanschaffen van dit boek. En ja, als ik jullie was, zou ik hem gewoon bestellen. Het is super fijn om weer lekker met een planning te werken. En dat je natuurlijk ieder kwartaal weer nieuwe doelen kunt stellen. Ik vind dat zelf echt super belangrijk, want zo blijf je ook scherp op je trainingen. En zo kun je dus ook echt werken aan je doelen en dan kun je ze dus ook hopelijk behalen. Dus als ik jullie was, zou ik ook zeker heel snel het Dressage Pro inspiratieboek gaan bestellen. En als je het boek dus bestelt, krijg je dus niet alleen 10% korting met de code Johanne10, maar krijg je dus ook nog gratis toegang tot de aanleuningschallenge. Je krijgt dus een code bijgevoegd en dan kan je dus daaraan deelnemen. En dan krijg je dus 7 dagen lang iedere dag tips over hoe je je aanleuning kan verbeteren. En ja, iedereen wil natuurlijk zo mooi mogelijk aanleuning hebben. Mooi stil. Dus wat tips kan iedereen natuurlijk wel gebruiken. Dan krijg je dus iedere dag een hele handige tip, 7 dagen lang. En ook krijg je nog toegang tot de 3 basisvoorwaarden. Dat is dus een trainingsmodule van Rien van der Schaft. En hij kan ook echt super goed lesgeven. Hij is daar helemaal gespecialiseerd in. En dan krijg je dus ook nog uitgebreid heel veel tips over de aanleuning. En dat was niet het enige. Want ook krijg je nog toegang tot een speciaal gedeelte van de Dressage Pro Community. En daarin kun je dus jouw ervaring delen. Dus hoe ging alles? Welke tips heb je gehad? En ook kan je nog heel veel tips van andere ruiters krijgen die dit dus ook hebben gedaan. Dus dat is allemaal echt super leerzaam. Dus bestel snel het boek met de code Johanne10. En dan krijg je daar dus gratis de aanleuning challenge bij. Nu ga ik dus nog even naar stal. Want ik heb namelijk nog iets super tofs om te laten zien aan jullie. En daar hoort ook weer een hele leuke kortingscode bij. Op naar stal! Ik ben dus op stal aangekomen. En ik ga nu even het item erbij halen dat ik nog heel graag aan jullie wilde laten zien. Namelijk een hele gave regendeken. Kijk even hoe tof hij is. Hij is dus donkerblauw met unicorns erop. Echt super gaaf. En dit wordt dus de nieuwe regendeken van Popeye. En het is nu natuurlijk nog heerlijk weer. Maar vanaf komende week wordt het best wel weer slecht weer. Het gaat alleen maar weer regenen. Dus dat betekent dat de ponies natuurlijk wel een regendeken op moeten. Want anders worden ze natuurlijk helemaal nat en ook een beetje koud. Want de temperaturen gaan ook weer iets omlaag. Dus daarom heb ik alvast een hele toffe regendeken voor Popeye. En wat ook nog wel leuk om te vertellen is dat deze dus helemaal bij de nieuwe collectie van Boefies past. Het is wel leuk als ik hier misschien even wat items in beeld zet. Die daar dus heel mooi bij horen. En Poppy staat nu nog lekker in het land, omdat het gewoon super lekker weer is. Dus we gaan hem er nu even uithalen en dan kunnen we alvast even de regendeken passen. En dan denk ik dat deze de komende dagen super van pas gaat komen. Dus wil je nou ook zo'n toffe regendeken, kan je hem dus nu bestellen op de Applejack site met 20% korting met de kortingscode Johanne20. Ik zet hem ook nog wel even hier in beeld. Ook dus echt super tof dat hij helemaal bij de collectie past van Boefies. Echt heel gaaf. Natuurlijk passen wij dat niet meer. Maar voor de kleintjes onder ons is dat misschien wel heel leuk om dus even te vertellen. Dus ik ga nu snel Poppy halen. En dan gaan we even de regendeken passen. Poppy staat nu op de poetsplek. Hij is een beetje boos. Want hij denkt, moet ik nou met het warme weer een regendeken passen? Ja, Pop, het moet even voor de vlog. Ik moet de kijkers even laten zien hoe mooi de unicorn deken jou gaat staan. Nou, ik ga hem dus nu even uit de zak halen. En dan gaan we hem passen. Popje heeft de deken om en hij staat hem zo mooi. Hij sluit ook echt super mooi aan. Maar
kijk even die unicorns. Hoe schattig. Het is echt super gaaf. Even van veraf filmen. Knappe poppy. Ah, wat ben je mooi met je nieuwe deken. Nou, ik zal even de deken helemaal goed laten zien. Kijk, hier zit lekker zo'n zacht bondje. Ik vind dat hij bij Pop echt perfect aansluit. Ik heb deze gewoon op de laatste en die op de laatste. Want Poppy is natuurlijk niet heel breed. Hij is best wel smal. En kijk, hij is echt precies goed. Er zit ook nog genoeg ruimte tussen. Maar het is ook niet dat hij heel los zit. En ook dus niet heel strak. Super fijn. Nou, gewoon mooie buiksingels. Ja, die kun je makkelijk verstellen. En dat vind ik ook wel heel fijn in deze deken. Je kan eens kiezen of je gewoon zo'n koordje doet. Of dat je echt van die bilriemen doet. Het is maar net wat je zelf fijn vindt. Ik denk dat ik bij Pop gewoon deze doe. Maar sommige mensen vinden het misschien ook wel fijner om die te gebruiken, zeg maar. Die kun je natuurlijk ook weer verstellen. En hij sluit hier ook mooi aan. Maar kijk even hoe schattig. Ik ben helemaal obsessief met deze deken, Pop. Ja, nou, we hopen natuurlijk nooit op slecht weer. Maar voor mij mag het wel één dagje gaan regenen. Dan kan je shine in je unicorn deken. Ik ben echt super blij met deze nieuwe regendeken van Applejack. Hopelijk vinden jullie hem ook echt super tof. Dus wil je hem nou bestellen? Hij is dus in super veel maten te verkrijgbaar. Ga dan zeker even naar de website van de Applejack. Ik zet natuurlijk ook het link hieronder in de beschrijving. En gebruik dan zeker de kortingscode Johanne20. Ik zet het nog wel even een keer in beeld. En dan kan je deze deken dus shoppen met 20% korting. Hoe tof is dat? Vergeet natuurlijk ook niet het inspiratieboek te bestellen, zodat we allemaal lekker kunnen plannen, supergoed onze doelen kunnen stellen, al onze wedstrijden en onze trainingen bij kunnen houden. En hopelijk kunnen we dan superveel verbeteren. En dan krijg je natuurlijk ook, als je het inspiratieboek bestelt, krijg je natuurlijk ook de aanleuningschallenge erbij. Dus dat is ook extra tof en super leerzaam. Dus bestel deze twee hartstikke toffe producten nu op de Applejack website. Hopelijk vonden jullie dit weer een hele leuke video. Vergeet dus zeker geen belrempje omhoog te doen en nu om te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal over 2 weken weer bij een gloednieuwe video. Doei doei!